Oh, in één keer is het ook helemaal stil, hè? Ja. Oh, wat leuk is dat, hè? Zodra iemand maar een microfoon of zo in zijn handen neemt en weer interessante briefjes pakt en zo, nou, dan komt het wel goed, hè? Deze leg ik eventjes hier neer. En waarom nou al die microfoons, zullen jullie denken? Want ja, we moeten ons maar verstaanbaar zien te maken zonder versterking. Nou, het leuke is dat Adrie Eikemans een video maakt. En dat is de reden waarom we met microfoons rondlopen. Dat kan natuurlijk altijd nog een bepaalde handicap met zich meebrengen. Mensen denken van, nou, ik moet in de microfoon. Maar het is uiteindelijk de bedoeling om met stemgeluid jullie te gaan bereiken. Ja, we gaan van start. We gaan van start in een, dat is logisch, een wat kleinere bijeenkomst dan wat het had kunnen zijn. En dat nota bene voor de uitreiking, de officiële uitreiking, de feestelijke uitreiking van een boek over Van Beijnen Transport en Logistics. Want het bedrijf bestaat niet minder dan 100 jaar. Dat is een hele eeuw. Namens familie Van Beijnen en het bedrijf natuurlijk wens ik jullie van harte welkom hier. Officieel wil ik jullie, Willemijn van Hees, burgemeester en ook wethouder Tom Blankers, uiteraard ook bijzonder hartelijk welkom heten. Leuk dat jullie er zijn en ja, ik heb jullie al gecomplimenteerd, althans Willemijn, met de mooie burgemeestersketting, helemaal in functie. En waarom nou dat compliment? Ten eerste omdat het gemeend is natuurlijk en ten tweede omdat het vandaag, jullie weten het misschien, complimentendag is. En als we er dan toch bezig zijn, dan kijken we om ons heen. Dan zien we coronakapsels all over the place. En ik wil jullie, zonder dat ik sommige van jullie in het normale leven ken, wil ik jullie in ieder geval van harte complimenteren met jullie coronakapsels. In ieder geval is het ook zo, dat hebben jullie al gemerkt, dat de bijeenkomst coronaproof is georganiseerd. Dat is een tikje minder gezellig, maar laten we met elkaar een grote, mooie halve kring van maken. Ik ga ervan uit dat jullie ieder voor zich, daar waar, waar de corona-afstand in het geding gaat komen, dat jullie zelf correctieve maatregelen nemen. Oké? Dan vooral omdat er ook foto's en films worden gemaakt. Jullie zijn ontvangen trouwens door Marieline. Marieline is niet alleen theatermaakster, bekend in Heusden en verder buiten, maar is toevallig ook een van de huurders. Dus ja, het is mooi als alles samenkomt. Nou, hier heb je weer zo'n voorbeeld. En waar staan we hier? Waar staat u hier? U staat hier, laten we zeggen, in het hart van het bedrijf. En ook dat is niet helemaal waar, want het hart, hoewel normaal gesproken een beetje links, is toch eigenlijk normaal het midden van het bedrijf. Nou, als jullie door deze straat hebben gereden, in de omgeving hebben gereden en het bedrijf een klein beetje kennen, dan weten jullie ook dat dit slechts een van de vele hallen zijn die het bedrijf rijk is. En waar gaat het boek dan over, waar jullie vandaag voor zijn gekomen? Ja, over een eeuw bedrijvigheid. En dat is nogal wat. Want bedrijvig ben je niet zomaar. Bedrijvig ben je natuurlijk in je vak. Het vak wat je zo goed beheerst, tot in de puntjes, horen we straks meer over. Maar het is ook bedrijvig in een gemeente. Met medewerkers in een gemeente. Met een bepaalde taak op lokaal verzorgingsgebied in een gemeente. En dat is nog los van de werkzaamheden die natuurlijk over heel de wereld plaatsvinden. Ja, het begon in de jaren 20, toen opa van Tini, waarom noem ik Tini? Tini heeft de input gegeven voor het boek. Dus de overgrootvader van Maarten en Ruud. Ja, die begon in de jaren 20 met zijn vrouw. Koosje was dat, ik moet alle namen niet door elkaar halen. Koosje Verstappen en Martinus van Beijnen. Die vestigden zich in de Meliestraat in Vlijmen. En hadden daar een café. En een boerderij. En een paard. Met wagen. Paard en wagen. Jullie voelen hem al aankomen. Generatie na generatie. En nu staan we hier. En dan volgen jaren van hard werken en ondernemerschap. En ik vertel dat eigenlijk met een zekere blijdschap. Want we hebben nogal wat gesprekken gevoerd. En iedere keer weer nieuwe feiten. Horen we meer over.
Uiteindelijk is het in de jaren die we met Tini en Maarten en Ruud hebben doorgenomen, ja, een enorme groei geworden. En uiteindelijk vandaag de dag, nationaal, internationaal transport, opslag, warehousing, toegevoegde dienstverlening aan alle zendingen die binnen en buiten gaan. Magazijnverhuur, kantoorverhuur en alleen al dat kantoor- en magazijnverhuur trekt weer meer bedrijven naar de lokale gemeenschap. Dus dat is allemaal heel positief. Van bijna vandaag de dag is, u hoorde de namen al klinken, vandaag de dag is Van Bijnen Transport het bedrijf van Maarten en Ruud van Bijnen. Tini en Dini zijn hier ook altijd nog werkzaam en ik doe maar eens even een rondje. Ik hoef maar een paar stappen te zetten en ik hoef geen 37.000 vierkante meter te overbruggen. Trouwens, mijn naam is Stefan Korthout. Mochten jullie het niet weten, nou, ik heb de eer gehad het verhaal te mogen schrijven. En die vraag die kwam. De vraag kwam via Max, dat is de partner van Maarten. En basis was, Tini en Dini hadden de belangrijkste feiten opgetekend. En eerlijk gezegd, dat was toch zeker wel anderhalf kantje. Het is wel van nut geweest, want je had meteen een beetje een overzicht van waar het naartoe moest gaan. Maar het is uiteindelijk een heel boek geworden natuurlijk. Ik loop even het rijtje met u af. Tini van Bijnen en echtgenote Dini van Bijnen. Dan kom ik uit bij Maarten van Bijnen en partner Max Monen. En Ruud van Bijnen met partner Josie van Schil. Dan weet u in ieder geval wie je allemaal voor je hebt. Ik ga wat vragen stellen. Lijkt me wel een leuke invulling, toch? Dan weten we nog iets, hè, als we straks weggaan. Nou, dus met die microfoon. Voor de reportage. Het staat heel stoer. Kom er maar even bij, hoor. Schoorvoetend. Schoorvoetend. Niet bang voor de microfoon, ja, team? Ja, een beetje toch wel. Want ja? Ik ben dat niet gewend. Ja. Nou, we hebben met elkaar afgesproken voldoende volume te creëren. Ondanks de microfoon. Tini, het idee van dit boek. Hoe ontstaat dat nou? Nou, dat is ontstaan door onze drukke werkzaamheden die we ons leven hebben gehad met Dini. En we dachten, ja, waar zijn we mee begonnen? Paard en wagen, een boerderij, een café. We zijn tot zoiets gekomen. Ik ben de derde generatie. Ik dacht, ja, voor het nageslacht en voor onze kinderen, ja, met de kleinkinderen moeten we eigenlijk toch wel vastleggen wat we in ons leven een beetje hebben gedaan. Vandaar het idee om het boek te proberen te schrijven. Van mij uit. Hoe oud was jij toen je in het bedrijf kwam? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik wel. 17. Ik begon ermee schoffelen op het land. Mee helpen in de café. En toen ik mijn rijbewijs had. En we hadden maar één wagen. Daar staat hij. Ja, toen ben ik even 9 maanden ongeveer bij Kouwenberg in Herp gaan veerijden, veiling rijden. En dat trok me zo dat ik niet meer wilde schoffelen. Dus ik zeg thuis, we willen een auto bij, want ik wil ook de weg op. En ook mee veer rijden en met andere dingen. En zo is dat gegroeid. Nou is het zo dat mijn dochter al heel lang vraagt om een auto. maar Tini vraagt gelijk om een vrachtwagen. Ja, maar dat is ook wel iets waar je iets mee probeert te verdienen. Ja. Ja. En de totstandkoming van het boek. Ik heb er net een beetje over verteld. Maar Tini, misschien vanuit jouw optiek. Hoe is het allemaal gelopen? Nou, als eerste het idee tegen Dini verteld, ik wil een boek gaan schrijven. Ja, jij wel, waarover? Ik zeg, nou, dat zien we wel. Maar zoek alle foto's maar eens op. En dat heb ik bij ons op de zaak ook gedaan, maar ook thuis. We hebben één kantoortje en hebben 2 lange tafels neergezet. Al die foto's proberen af te worden. Ik ben gaan zitten schrijven in mijn bewoordingen. Maar ja, dat is niks voor een boek natuurlijk, want dat is gewoon, ja, in mijn bewoordingen. Nou, via Max. Max loopt rond. Oh, Max loopt rond. Bij Marjolein. Zeg Max, ik weet wel iemand die het boek kan schrijven. En hij zorgt voor de vormgeving en met foto's uitzoeken. En toen zijn we op Stefan Korthout gekomen. En na vele interviews, elke woensdagmorgen, alweer een stukje teruglezen.
is het zo goed. Maar die interviews bij van hem, hij vraagt alles. Hij wil eigenlijk alles weten, ook van ons samen. En ja, ik zeg, daar heb ik dan niks mee te maken. Maar hij zegt, en zij zegt, mijn vrouw, ik mag altijd alles strepen. En toen heeft hij gezegd, ja, dat kan. Ja, nou, ik zei, dat kan. En natuurlijk stiekem in de hoop, dat snappen jullie ook wel, dat hij niet streept, hè. En ik moet je eerlijk zeggen, dat het is natuurlijk ook niet altijd zo gegeven voor iemand die gewoon met zijn werk bezig is. Al gewoon decennia lang met zijn werk bezig is. Het is dan niet iedereen gegeven om dan, ja, alles maar eens blinkend op te poetsen en dan daar maar een verhaaltje van te laten schrijven, notabene door een derde. Dus ik moet je zeggen, maar dat geldt uiteindelijk voor de samenwerking met de hele familie. Ja, ik ben jullie wel dankbaar ook voor die openheid en het vertrouwen daarin. Maar dat kunnen jullie wel voorstellen. Ik herinner me ook het gepuzzel soms. Ja, toen kwam dat bedrijf. Ja, maar dat pand had je toen toch nog niet? Oh ja, dan was dat later en dat eerder. Ja, dat soort dingen. Maar het is nou vastgelegd. En daar is de heemkunde ook blij mee, denk ik. Ja. Dus, even kijken. Onze eerste klant was Verstokkum uit de Meliestraat, waar wij met de veewagen stoelen en tafels mee vervoerden naar examens in Utrecht en in Amsterdam. En het mooie ervan is, nadien nam ik de concurrent van Verstokkum, Soetes in Oorschot, over. Dus ik had ook stoelen, tafels en tribunes. En dat ontwikkelde zich, en daar heb je zo'n heel stadion konden we bouwen. Ja. En dan, nu het jaar 2000, hebben we alles verkocht aan Verstokkum. Dat is gewoon het wettenveel, dat lees je ook wel even. Het is vaak inderdaad heel erg cyclisch, want niet alleen was Verstokkum de eerste klant van niet-veegerelateerd vervoer, maar was Verstokkum toevallig ook degene die de tafels en de stoeltjes en de dansvloeren heeft geleverd destijds voor het café. Ja. Dus moet je voorstellen hoe... Ja, burgemeester, dat is ontzettend leuk om te horen hoe in een regio als deze en in een stad als deze, in een gemeente als deze, hoe mensen elkaar weten te vinden. Ik hoorde net ook, je hebt bij Tini in de klas gezeten en ben nou hier namens de heemkundevereniging. Ik noem maar wat. Zo cyclisch is het allemaal. Ik had even gehoord, ik ging naar Waalwijk, ja, naar het lyceum en ik ging naar Den Bosch, het Sint-Jans Lyceum. Ja, zo klein is de wereld. Dan is het inderdaad zo dat je begint met transportactiviteiten. Tegen het lijf loopt iets dat heet, nou ja, zitplaatsen en later tribunes en dat soort zaken. En vervolgens komt er in één keer een hele, nou ja, voor de buitenwacht wellicht onbegrijpelijke stap. We gaan tribunes verhuren. Maar dat was wel een enorme zijsprong, of niet, Tien? Dat was een enorme zijsprong, maar ik vervoerde die tribunes al 5 jaren voor die klant. Dus ik wist al hun klanten en ik kreeg bedrijven jarenproef. Dus ja, waar maak je dat tegenwoordig nog mee? Ik heb het een jarenproef en voor dat jaar om was, brandde we al. Dat is ook wat. Ja, ik wist dat. En toen? Alle materialen dus, hadden we verhuurd en stonden elders. En wat nog binnen zat was incourant en... En toen heeft de burgemeester van Oorschot en van Vlijmen mij ontzettend geholpen door meteen hier op het industrieterrein dat grond kon kopen en alle materialen hier naar Nieuwkuik kon vervoeren. Dus, want we hadden dat pand daar gehuurd. En zodoende hebben we hier steeds uitgebreid. Daarnaast hadden we ook Van Engelenzaden en Mondersteeg van vroeger. Ja, die hadden opslagruimte nodig. Dus we moesten hallen en alles kwam tegelijk. En ja, van het een komt het ander. En ja, hoe dat we het allemaal gedaan hebben, dat weet ik niet. Maar het is allemaal gelukt. Ja, soms kan ik jullie vertellen, en mag ik ook vertellen, want ik ben gewoon de onafhankelijke derde partij, de schrijver. Soms kwamen we op het puntje stress uit. Je kunt je voorstellen, als er een tenniswedstrijd is, ja, ik als publiek of een Grand Prix wedstrijd of iets met paarden. Ik als publiek, ik kom binnen, ik heb mijn kaartje laten zien, ik ga gewoon zitten. Niks aan de hand. Maar ja, voor die tijd, en ik herinner me nog een verhaal uit Duitsland. Het circuit van Nuremberg. Ja, van Nuremberg Ring.
autorace, motorraces daar. Ik had pas een tribuneverhuurbedrijf weer overgenomen, want ja, ik heb ondertussen 3 andere bedrijven overgenomen. En ja, het werd gewoon te groot en het was bijna niet op tijd klaar. Dus die is meegegaan om de nummertjes te plakken op de zitbanken en alles moest naar Nuremberg. Er waren trainingen, dus het publiek kwam al zitten, maar er waren nog voor de trainingen. Die konden nog even wegjagen, en want de zitbank moest er nog in, maar ze gingen toch wel zitten of staan. Maar zondags was de wedstrijd en toen was gelukkig, s'avonds laat, alles klaar. Nou, en toen zei Dien, ja, wil je nog meer of gaan we nou minder? En volgens mij, en dat kan ik u ook alvast verklappen, hadden Ruud en Maarten daar ook wel bepaalde ideeën over, laat ik het zo zeggen, over de concentratie van het aanbod, zeg maar, richting de markt. Maar daar zullen we dadelijk op terugkomen. Iets wat ik zelf heel erg leuk vond, ook om herhaaldelijk te mogen zien, is een televisiecommercial. En die was niet voor Van Bijnen. Nee, die was eigenlijk voor de Mora Snacks, de vegetarische kroket en de bitterbal. Maar op de achtergrond, en dat zie je dadelijk ook in het boek, staat Van Bijnen, die vrachtwagen die hier staat, staat op de achtergrond en die komt telkens in beeld, nu ook nog, maar vorig jaar heel veel. Onze chauffeur, die dacht ik ga even een bakje koffie drinken, hij werd aangesproken door die Mora meisjes en hij mocht die bitterbal proeven en natuurlijk hij reageerde ontzettend enthousiast en is vorig jaar heel veel uitgezonden en dit jaar zie je dat nog 's avonds, maar dan zie je alleen, je moet een vlug kijken, dan zie je nog die vrachtwagen. Met onze naam, hè? Ja, ja, en terecht, anders herken je hem niet natuurlijk. Hé, dan krijg je voor het eerst het boek in handen, Tini. Wat vond je ervan? Ik vond het geweldig. Want ten eerste, ik was heel blij dat het zover was gekomen. Dat had ik eigenlijk met mijn eigen schrift nooit tot stand kunnen brengen. En met Max, de vormgeving. En ik denk, ja, ik wil toch even iets zien. Maar ik vond het geweldig uitzien en door jouw diepte-interviews, mag ik wel zeggen, en teksten die me telkens weer keken of dat ze goed waren. Ja, ik vond het geweldig en ik vind dat ik echt iets na kan laten aan onze kinderen, maar ook aan de kleinkinderen. En dan wordt er gevraagd waarom niet koninklijk? Ja, daar voel ik me te bescheiden voor, maar als we 125 jaar bestaan, heb ik gezegd tegen hen. En tegen de kleinkinderen heb ik nu al gezegd. Dan moeten jullie maar maken dat het koninklijk wordt. Gewoon liefst voor in de agenda voor 2026. Ja, Dat bepalen ze gewoon lekker zelf. Ja, en eerlijk is eerlijk, de vormgeving. Want ik mag dan ook een heel klein beetje terugkijken op de totstandkoming. Inderdaad zaten we op woensdagochtend zaten we met z'n drieën bijeen. En dat was met Tini en met Max. Via Max is ook het contact tot stand gekomen. En het was gewoon ontzettend gaaf. Want waarom? Ja, je peurt natuurlijk. Hè, en ik ben nou helemaal nieuwsgierig van aard, dus dat komt wel goed. Maar je peurt natuurlijk in iemands historie van je welste. Maar bovendien, door het met z'n drieën aan te vliegen, we zaten dus met Max en Tini die woensdagochtenden bij elkaar, door het met z'n drieën aan te vliegen, kwam je situaties terecht. Ja, wat ik je net al vertelde, van ja, nee, dat was niet toen, maar dat was toen. Of Max zegt, ik zoek het wel gauw even op. En bovendien is het heel erg fijn als je bezig bent met je tekst en je weet ook waartoe. Als je van meet af aan, en dat hebben we gelukkig kunnen doen met elkaar, gewoon mooie afspraken hebt kunnen maken over Max, hoe denk jij dan dat het eruit moet gaan zien? Ja, ik denk dan toch liggend. Oké, en hey, die onderwerpen en die onderwerpen, ja, die vallen een beetje buiten het reguliere verhaal. Bijvoorbeeld zo'n Mora-verhaal. Maar ze hebben ook pechgevallen. Maar ze hebben ook portretten van Dini en van Maarten en van Ruud geschreven. Vallen een beetje buiten het reguliere verhaal, maar je wil ze toch extra aandacht geven. Nou, en dan bespraken we met elkaar van, goh joh, hoe zullen we dat eens doen? Nou, ik denk dan zo en zo. Het is, als ik er mag terugkijken, ook een heel fijn en vlot en vertrouwenwekkend proces geworden. Dank aan de familie en het bedrijf. Dankjewel Tini alvast. Dan ga ik aan weerszijden van mij roepen Maarten en Ruud. En voor de kijkers rechts is Maarten en voor de kijkers links is Ruud. Dan weten jullie dat ook. Maarten.
om maar eens een inleiding te doen. Het is jullie gezamenlijke bedrijf. Wat is jouw functie? Ik ben de warehouse manager. Dat wil zeggen, ik zorg ervoor dat hier het magazijn allemaal correct verloopt en goed verloopt. Ja, dat is heel kort maar krachtig, maar zo ken ik Maarten eerlijk gezegd ook wel een klein beetje. Kort maar krachtig. Ruud, als ik diezelfde vraag aan jou zou stellen, jouw functie? Een business manager van transport en logistiek van alle twee. Verantwoordelijk voor de financiële zaken binnen ons bedrijf. En ik onderhoud ons Europees transportnetwerk voor pakket tot de volledige vracht. Door heel Europa zorg ik dat het voor de klant op de juiste plek komt. Ja, dat is wat wij van buitenaf van het transportbedrijf mogen verwachten. Maar ja, als ik zo vrij mag zijn. Als je nou hier om je heen kijkt, dan zullen de heren nog wel iets over vertellen. Dan is er toch wel iets meer aan de hand dan ik zorg dat het op tijd ergens is. Want wat er allemaal niet aan de grondslag ligt, horen we dadelijk vast nog wel meer over. Want opgeteld, alle activiteiten van jullie bedrijf. Ja. Ik heb net een kleine bloemlezing gegeven, maar jij kunt dat vast beter dan ik. Vertel er eens iets over. Ja, we hebben er eigenlijk drie, om het zo samen te vatten. De eerste is transport, uitgedeeld door de vrachtwagen. Het gegoederenvervoer over de weg. Dat doen we in Nederland, maar ook Europees en zelfs nog wereldwijd. Dat doen we niet alleen. We hebben een samenwerkingsverband met andere bedrijven, zodat wij het transport kunnen verzorgen van A tot en met Z. De tweede is dan de warehousing. Daar staan we op dit moment hier te midden in. Wij nemen de goederenontvangst over van onze klanten. Tot en met de uitlevering en alles wat er tussenin zit. Dus ook het ompakken en het verpakken en het stikken van goederen. Dat verzorgen wij ook allemaal. En de derde is de verhuur van magazijnruimte, bedrijfsruimte of kantoren. Dus wij faciliteren dan het gebouw en de huurder die exploiteert het dan, bijvoorbeeld een werkplaats of een eigen magazijn, kantoren voor de eigen medewerkers, ja, of een kunstatelier zoals Marilyn bijvoorbeeld, die daar de acts maakt en bedenkt. Gaaf hè, zo ontzettend breed. En als ik het heb over jullie opdrachtgevers, Ruud. Kun je daar een beetje een inkijkje in geven? Want ik denk, nou, jullie opdrachtgevers, die passen allemaal in een doos. Althans, hun producten. Nou, we hebben natuurlijk tientallen opdrachtgevers. We hebben ook opdrachtgevers die enkel transport bij ons uit laten voeren. Maar het gros van onze klanten laten de complete logistiek door ons verzorgen. Dat wil zeggen, de warehousing, de transporten, alles. Dat wij het complete logistiek overnemen. We hebben heel veel diverse klanten, zoals huisdierartikelen, hobbyartikelen, medische artikelen, muziekinstrumenten, verpakkingsmateriaal. Pepernoten? Hebben we ook nog wel eens, ja, inderdaad. Dus je kunt zo gek niet bedenken of we hebben wel een klant ergens in een bedrijfstak zitten. En wat ik al zei, past nou alles in een doosje, Ruud? Uiteraard past niet alles in een doosje. Dus je hebt uiteraard ook nog incourante goederen, zullen we maar zeggen, die wat groter en complexer zijn dan het gemiddelde. Vooral met ons transportbedrijf zijn wij daarop gespecialiseerd, zodat wij onze vrachtwagens uitrusten met meeneemheftrucks om zelfstandig te grote, te zware materialen te kunnen lossen. Zoals vaak bijvoorbeeld bij bouwproducten. Vooral op bouwbedrijven inderdaad, ja. En wie van jullie kan mij iets vertellen over het interne systeem dat jullie hier hanteren? Ja, dat is de afdeling voor mij natuurlijk. Dat is de warehousing. Ja, vroeger, toen konden we de voorraad bijhouden op het sigarendoosje, later met het Excel. Tini zegt nou, die denkt nou, ik rook niet, hè? Ik rook geen sigaren. Of een klatje, liefst een drievoud, mijn vader kennende. Nou, later met een database, maar je werkt altijd achter de feiten aan. Momenteel hebben we dan een WMS-systeem, dat is een geautomatiseerd computersysteem. Dus wat betekent WMS? Warehouse Management Systeem. Oh, daar zit logica in. Ja, alles is logisch voor ons, hè? Het is ook, de mensen worden aangestuurd door de computers, worden de hele dag wat ze moeten doen. Het systeem bedenkt de meest logische route. En wij geven gewoon de orders in of die worden automatisch ingeschoten. En dat is WMS door de klanten. En wat zien mensen hier van dat warehouse management systeem? Nou, mensen zien er eigenlijk weinig aan, maar we hebben de stickers op zitten. Dat is het kenmerk, het unieke nummer. Maar ook alle klanten staan door elkaar heen. De pallets staan door elkaar heen. Er zit voor ons geen logica in. Maar ja, voor jullie wel, maar voor ons mensen niet. Nee, voor het systeem. Ons computersysteem, die ziet daar logica in. Dus wij sturen een order in.
En dan zorgt het systeem wel dat het logisch verloopt. Maar we hoeven niet klanten bij elkaar te houden, we mogen alles mixen. Ja? Het systeem bepaalt hoe het in het magazijn komt en hoe het eruit gaat. En dan gaat er ook wel eens een keer iemand weg als je zoveel relaties hebt. En dan die vrijgekomen ruimte. Volgens mij ga je dan peentjes zweten, of niet? Nou ja, als er iemand weggaat, dan krijgen we ruimte. En dan kunnen we dus verbouwen, moderniseren en verduurzamen. En daar gebruik je die tijd dan ook voor? En daar gebruiken we dan de tijd ook wel voor. En de ruimte die we dan hebben. Dus denk dan bijvoorbeeld aan het aanleggen van een laadloze dok, vernieuwen van de betonvloer. Misschien moeten er andere stellingen staan, want de klanten stellen misschien, hebben dan andere goederen die ze binnenkrijgen. LED-verlichting is van de laatste tijd. We moeten wel blijven bewegen, anders gaat de verlichting hieruit. Ja, ja. En die soort dingen. Blijven bewegen, mensen. Blijven bewegen. En Ruud, ik heb ook nog wel foto's gezien. Nou, daar hoef ik niet zo heel geheimzinnig over te doen. Ik zie hier een foto bijvoorbeeld. Volgens mij is hier de vloer ook net nieuw gestort, of niet? Deze vloer ligt er nu ongeveer 3 jaar in, inderdaad. En wat gebeurt er met de nieuw gestorte vloer? Wie wijt hem altijd in? Ja, als moeder, die gaat dan eerst even skaten over de vloer natuurlijk. Ja. Ja, zo gaat dat, hè? Geen verleden, Ruud, zonder toekomst. We werpen een steen, 10 jaar vooruit. En dan? Ja, de toekomst is natuurlijk altijd moeilijk te voorspellen. Maar ja, wij als bedrijf blijven ons verbeteren en meedenken met klanten. En ook uitbreiden en dus vernieuwen. Maar waar we over 10 jaar staan, mijn kinderen zijn dan pas 11 en 13. Dus die zullen nog niet in het bedrijf werkzaam zijn. Maar over 20 jaar, wie weet. Ik laat de keuze aan mijn kinderen zelf. Was er een zachte dwang van thuis uit om bij het bedrijf te komen? Ja, ik mocht overal werken waar ik wil. Ik heb ook stage gelopen elders en afgestudeerd. Maar het werd toch wel verzocht om een beetje deze richting op te gaan. Ik heb altijd wel nog vakantiewerk gedaan met de tribunebouw om de kuipjes te schroeven. En ook op de heftruck heb ik gereden. En er staat ook een foto in het boek waarbij je denkt van ja, moet die wel geplaatst worden. Ja, hij was toen een jaar of 11. Ja, 11. Maar het ging niet helemaal goed, hè? Ja, ik weet er niks meer vannacht, maar wat ik opgeschreven heb, niet helemaal. Dat klonk niet goed, hè? Geldt dat voor jou ook, zachte dwang richting bedrijf? Ja, dwang is altijd overdreven gezegd, maar het is ook wel redelijk vanzelfsprekend dat je in het bedrijf gaat werken als je altijd midden in het bedrijf hebt gewoond. Dus ja, je hebt je hele leven alles alleen maar om je heen gezien. Dus ja, makkelijke keus. Ja, dat denk ik dan ook. In ieder geval is het zo inderdaad, jullie hebben gewoond bij het bedrijf nadat jullie ouders in het jaar dat jij geboren werd trouwens, in 78 als ik me goed herinner. We hadden af en toe wel eens verhalen van nee, Tini, dat was in 78. Niet over de geboorte natuurlijk van zijn kinderen, maar over andere feiten. Nee, Tini was in 78. Ach, verrek, je weet het op een gegeven moment nog beter dan ik. Ja, zo ga je met elkaar zo'n tekst aan natuurlijk. Hartelijk dank voor jullie toelichting. Ja. Sowieso nog veel succes, maar jullie zijn de wereld nog niet uit. Dan denk ik dat ik jullie weer terug naar jullie tafel ga sturen. En dat we er een officieel moment aan gaan wagen. En ik denk dat we het in 2 stukken gaan opsplitsen. Dat is ten eerste natuurlijk de officiële overhandiging. Maar er is ook nog een ander deel van het officiële gedeelte. En dat betreft, Tom, iets waarvoor ik jou als eerste naar voren wil halen. Ik neem aan dat je bent voorbereid. Wij hebben... Nee, als je het beweegt, denk ik dat... Ja. Nou, ook voor jou, deze. Ik gebruik hem niet voor de zaalversterking, maar komt wel goed. Je kunt hem met 1 hand schrijven, hè? Ja, ik kan met 1 hand schrijven, maar ik wil toch nog even iets kort zeggen, Stefan. Want ik vind het zelf echt een buitengewone eer om hier te staan, want ik als klein jongetje... Geboren hier in Nieuw-Kuik, niet in de Kerkstraat, waar echt de habitat van de familie van Bijnen was. Maar ik als klein jongetje uit Nieuw-Kuik moest vroeger, toen ik een vrachtwagen... En laatst stond er zo'n soortgelijk verhaal in het boekje van de Heemkundekring. Als wij dan ver weg waren en je zag daar Nieuw-Kuik rijden, dan gaf mij dat als klein jongetje altijd een soort gevoel van trots. Hè? En ik vond het, laatst ging het over Kievits, maar ik had dat niet met Kievits Drunen, ik had dat met... Van bijna uit Nieuw-Kuik, dat je dan dacht, zo ver weg, maar toch zo dichtbij altijd. En als ik het dan over trots heb, en ik zie je net een vader vertellen over hoe dat hij zijn bedrijf heeft opgebouwd, en hoe dat de familie daarin mee is gegaan, en dan zie je die fonkeloogjes ook bij mevrouw van bijna en bij de zonen, dan laat volgens mij wel zien dat
Het boek wat Stefan zo prachtig heeft geschreven, want ik mocht het al lezen. Ghostwriter. Dus Ghostwriter. Tot hier. Ja, dat zei Johan Cruijff ook altijd, hè. Maar wat zo mooi heeft opgeschreven, daar blijkt ook wel uit. Het is niet alleen maar een geschiedenis van het bedrijf wat hier opgeschreven is. Maar het is vooral ook echt een chroniek van een familie. Een verhaal over de familie van Bijnen. Hoe dat gegroeid is en hoe dat gegaan is. En als we hier dan achter naar de brede mix van activiteiten kijken, dan hebben we hier volgens mij ook wel te maken met echte ondernemersgeest. Want waar ze brood in zagen, daar gingen ze in. Dus eerst in het bier, toen met de paard en wagen in het transport, wat zich daarna weer ontwikkelde. En momenteel via de uitstap naar de tribunes is denk ik vooral ook de laatste tijd de warehousing heel erg gegroeid. En het werd net zo wel treffend gezegd, want warehousing is meer dan alleen opslaan en transport is meer dan alleen rijden. Het gaat hier over het totaal ontzorgen van een heel belangrijk facet in de totale economie en de omgeving. Dus dat de klant zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Ik was hier met de reden. Stefan, heb jij goed gezien? En dat bord staat hier, want Van Bijnen is ook een familie die midden in de gemeenschap staat. Zo doen ze elk jaar mee aan de Kuikse Stratenloop. De een wat sneller dan de ander. En zijn ze ook sponsor van verschillende teams. En hebben ze ook al wel vaker goede doelen gesteund. Martini zei ook, als wij een feest vieren, mogen anderen daar ook van mee profiteren. En hij zei, alleen ik ben benieuwd wat nou echt een heel goed doel is. Dus hij heeft mij deze hele zware taak gegeven om hierover na te denken. Dus nou ga ik mijn eigen rekeningnummer niet opschrijven, maar goed over nagedacht. Tini had een paar voorwaarden. Het moet hier eigenlijk lokaal landen, in de buurt. En het moet ook wel voor een groep zijn waar het voor nodig is. Toen zijn de raderen gaan draaien. Ik heb even wat advies gevraagd. En waar dit prachtige bedrag naartoe gaat, een tientje voor elk jaar van Bijnen, is naar... Ja, het is voor de mensen achter mij heel spannend. Stichting. Eigenwijs. En dat is een heel mooi initiatief hier. Voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat ook die heel veel leuke activiteiten kunnen doen. Hebben hier, nou net niet in de Kerkstraat, maar op de hoek van de Kerkstraat een thuishaven in het patronaat. En dat is een club die dat zeker goed kan gebruiken. En waar heel veel mensen die net iets minder kansen hebben, heel veel plezier aan gaan beleven. Dus namens Willemijn en mijzelf. En ik denk ook vooral namens Stichting Eigenwijs, want we gaan daar nog even contact met ze zoeken. Super bedankt voor deze geste. En ook namens mij enorm gefeliciteerd met deze mijlpaal. Een eeuw van Bijnen. We hebben net gehoord dat we naar de 125 jaar gaan. Dus dan staan hier weer mensen. En dan komt er een kroontje boven, hebben we net ook afgesproken. De documentatie ligt klaar. Maar voor mij in ieder geval een ontzettend groot chapeau. En zet hem op met de volledige familie. Alsjeblieft, Stefan. Dankjewel, Tom. Ja, jullie willen nog iets op zeggen, hè? Wie mag ik het laten zeggen? Ja, dankjewel. Ik vind het een heel leuk, doel. Een heel leuke stichting waar dit bedrag naartoe kan gaan. Dus goed dat je het uitgekozen, Tom. Ja. 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 Nou, ik voel een bezoek opkomen als Stichting Eigenwijs, in ieder geval. Wat, hè? Ik zeg, ik voel een bezoek aankomen. Ja, we zullen hem maar gaan overhandigen. Ja, helemaal mooi. Ja, dat was deel 1 van het officiële gedeelte. Mevrouw de burgemeester Willemijn van Hees. Ik wil jou heel graag uitnodigen. Het idee is als volgt dat jij een boek krijgt. En niet zomaar een boek, maar het enige officieel ingepakte boek. En als er woorden bij nodig zijn, Tini, dan ga ik hier wegstaan, op corona-afstand. Aandachtig doorleest om iets meer van onze familie en ons bedrijf te weten te komen. Nou, ik vind het een enorme eer om vandaag dit eerste exemplaar, het officiële eerste exemplaar van dit boek in ontvangst te mogen nemen. Want we hebben zojuist een beetje gehoord waar Stefan en Max en Tini al die woensdagochtend het over hebben gehad. En ja, ik ben echt een boekenwurm, maar ik hou hier ook van de historie van deze gemeente en de families erachter.
En dat is volgens mij gecombineerd, die drie-eenheid in dit boek. Dus open haard aan. Een avond zonder digitale vergadering. En lekker ervoor gaan zitten en gaan genieten van dit boek. Nee, je gaat er zeker niet in, Tien. En volgens mij heeft zojuist onze wethouder Tom al prachtige bewoordingen aan jullie gericht als het gaat om jullie geschiedenis van bedrijf. Maar ik wou er nog iets aan toevoegen. Wat voor mij heel kenmerkend is, hoe jullie hier staan. Maar ook dat je niet het predicaat hofleverancier hebt aangevraagd bij 100 jaar. Bij een familiebedrijf met zo'n fantastische reputatie. Maar ook hoe jullie de vragen van Stefan beantwoorden. Daar kenmerkt voor mij een enorme bescheidenheid uit. Ze vinden het hoogst ongemakkelijk, volgens mij deze drie heren, om in het zonnetje gezet te worden, in de spotlight te staan, want het zijn gewoon kei en keiharde werkers. En hoe tof is het nou dat jullie dan zelf, met pa voorop, hebben gezegd, we hebben het niet zo graag over onszelf en we vinden het eigenlijk ook heel spannend, maar ze hebben het wel eens een keer nou goed gedocumenteerd en vastgelegd. Ik zou hopen en wensen dat meer prachtige families dat hier doen, met juist die mentaliteit. Want vaak lezen we dingen over mensen die niet zo moeite hebben om die stap naar voren te zetten. Maar het is vaak juist net zoveel leuker om het te lezen van mensen die eigenlijk niet zo'n type zijn. En die vind ik ook altijd het leukst om het lintje op te spelden. Diegenen die zeggen, oh, was vooral dankzij de rest en dat hoeft niet. Vind ik altijd extra leuk. En jullie hebben dat ook. Jullie hebben die charme, die onmiskenbare bescheidenheid die een echte ondernemer siert. En ik weet zeker dat jullie daarmee ook fantastische werkgevers zijn. Want dat betekent dat jullie het letterlijk ook delen met anderen. Nou, de check is daar wel het ultieme voorbeeld van. En ja, ik hoop dan ook dat wij als gemeente echt over 25 jaar het kroontje erop mogen zien. Want ik snap dat jullie je te bescheiden voelen om het aan te vragen. Maar het loopt via een burgemeester. En ik weet niet of ik er over 25 jaar nog zit. Maar ik hoop wel dat jullie het dan aanvragen. Zodat wij als gemeente ook die trots voort kunnen zetten als het gaat om het bedrijf. Want ik denk dat jullie dat meer dan waar maken. Dus nogmaals een eer om het in ontvangst te nemen. En ik heb nog een kleinigheidje namens de gemeente meegenomen. En dan kijk ik even naar mijn lieftallige assistent. Wethouder Blankers. Ik denk dat we die naar Dini doen. Want ik hoor dat jij Dini nog steeds wekelijks een dag in de week de boekhouding verzorgt. Nou kijk, ja. En natuurlijk de vloer goed inrijdt. Als ze zeggen, die jongens zeggen, het hoeft niet meer, dan ben ik weg. Ik denk dat ze dat nog heel lang niet gaan zeggen. Nog wel, Maarten en Ruud, het mag nog heel lang blijven. Hè? En dan hebben we nog een kleinigheidje. En dan denk ik dat dat meer naar de heren gaat. Dat is een karaf van de gemeente. Want ja, hoe zou de wereld zijn als niemand water doet bij de wijn? Dus een waterkaraf van de gemeente Heusden. Dat als er hier mensen worden ontvangen door jullie, dat je ze ook letterlijk gemeentepils kan geven. Waar het vroeger echte pils was, is het nu dan maar gemeentepils. Maar die andere pils mag je natuurlijk ook gewoon erbij serveren. Dankjewel. En proficiat met 100 jaar, op naar 125 zou ik zeggen. Okay. Alsjeblieft. En wij hebben aankomst natuurlijk ook nog een bloemetje voor u. Je gaat nooit met lege handen naar huis, zie je wel. Nou, dankjewel iedereen voor alle mooie woorden. En voor de mooie geschenken over en weer. Op dit moment, daar is natuurlijk... Oh, nou, die neem ik wel. Op dit moment worden er glaasjes neergezet om te proosten. Ik stel voor dat we dat dadelijk gezamenlijk even doen. Het officiële gedeelte waar we allemaal voor kwamen, zit er dan nu wel weer op. Neemt niet weg dat er laat ik zeggen, 4:15 nog een uitloopmogelijkheid is. Praat met elkaar, eet wat, drink wat. Namens mij wil ik heel graag familie van Bijnen en het bedrijf van ganser harte feliciteren met deze enorme mijlpaal, waar zoveel over te vertellen is. Heel veel plezier straks met het boek. Er liggen exemplaren voor jullie. Kijk bij Marilyne, achterin. Ja, ik wou bijna zeggen, zwaai nog eens Marilyne, maar dat lukt niet met en een boek, hè?
Dus kies je moment. Is het nu, is het straks bij het weggaan? Neem het gewoon mee. En ja, dan zou ik eigenlijk aan de aanwezigen willen vragen. Ja, de applausjes waren er al voor wethouder Tom Blankers en voor burgemeester Willemijn van Hees. Maar een bedrijf van 100 jaar met hardwerkende familieleden en een heel hardwerkend team. Ja, dat verdient toch ook wel een applaus. Dus bij deze. Als dadelijk de Prosecco's er zijn. En die zijn er bijna allemaal. Ik denk dat aan deze kant moet nog wat komen. Dus dan nemen we ons moment. En pakken zelf ook een, wordt hier gezegd. Ja, dat is het eigenlijk voor nu. Ik dank jullie heel hartelijk voor jullie aanwezigheid, mooie woorden en goede intenties. Tenzij er nog mensen iets willen zeggen, hoor, het mag. Ik dank jullie voor jullie mooie woorden en aanwezigheid. Praat nog wat met elkaar. Kijk nog even goed rond wat het te zien valt. Veel gezondheid, veel geluk. En ja, tot over 25 jaar dan wellicht. Dankjewel.